Daar de kantoorpauze, ja. Oké. Dat wordt wel leuk. Oké, okay. Kunnen mensen dan heen en weer rennen? Ja, wij gaan wel aardig lang door, denk ik. Okay. Ik heb tot, we hebben tot iets van 3 uur of 4 uur s'avonds. Okay. Ja, we kunnen wel poëzie-rellen organiseren met de kantoorpoëzie-site en de pandvol-site. Tuurlijk, ja. Als we dan een soort van knokploeg kunnen proberen, dat is geweldig. Dank je wel. Hè, de poëzie leeft in de stad. Ja. Jan, het is allemaal voor jou. Dit. Ja, dank je. Veel plezier. Mag ik hier staan? Ja, mag ook. Ja, hallo. Ja, ik ben wel wat meer ingetogen geworden in de loop van de dagen. Alle mooie dingen schreeuwen om de dood. Zo wil ook de poëzie mij het liefst vermoorden. Zoals de vrouw wil en de camera ook. Dan in mijn eerste gedicht, eenzaamheid doet het angst. U hoeft nooit eenzaam te zijn, zolang u zich maar goed kleedt. Zo kan men zijn fiat aan reisbureaus geven zonder ooit een reis te hoeven boeken. Het zou clichématig zijn te verhalen over de lasten die de zonderling treft. Diezelfde legt vingers op het klankbord dat pas produceert bij de belofte van een voordracht. Zie hier, beloof het. En de was wordt vergeten, riekend naar wasmanden, zijn uw lasten bewaard.